Welkom bij een nieuwe aflevering van Amersfoort Update. Wij gaan struinen in de tuinen. En vandaag zijn we te gast bij Toon en Floor hier in de Anjerstraat. En daar treedt straks een trio op. Toon, heb ik het goed? Het is een trio met gitarist, dat klopt, ja. Zeker. Ja. Jij bent gastheer, samen met jouw vrouw Floor. Wij hebben ons opgegeven als tuin, omdat we een mooie tuin hebben, vinden wij zelf. En we vinden het leuk om mensen te ontvangen. En mijn collega is een van de zangeressen. En ik weet dat zij goed kan zingen. Dus toen zei ik, wil jij alsjeblieft bij ons komen zingen? Dus hij zei, nou, heel graag, dat willen wij wel. Ja. En toen zijn we eigenlijk zo bij elkaar gekomen. En nu staan ze hier prachtig te zingen voor ons. Goedemiddag allemaal, welkom bij Gluren bij de Buren. Leuk dat jullie allemaal zijn op de Anjerstraat. Als jullie willen, mogen jullie allemaal wat dichterbij komen, want vinden ze ook wel leuk, hè? Ja, Tom, kom maar lekker dichterbij. Hartstikke gezellig. Formule 1 is bezig, dus hopelijk crash je snel en komen er nog meer mensen aan. Take your time, now find a groove. It's alright, we can do this all night. Yeah, I just know your sexy body. It's alright, we can do this all night. All I really need is sex, love, and water. Of your love is enough to knock me off of my feet. Oh, just a touch of your love, just a touch of your love. Oh, just a touch of your love is enough to take control of my whole body. Just a touch of your love, just a touch of your love. Er is al een sessie geweest. Hoe was die verlopen? Er zijn al twee sessies geweest zelfs. De eerste sessie was een beetje een warming-up ronde, maar dat ging eigenlijk al heel goed. En de tweede sessie, dat ging helemaal fantastisch. Ja. Dat kan ik misschien straks beter aan hun vragen. Wat voor genre ze spelen? Ja. Dat kan je inderdaad beter aan hen vragen, ja. Make it or not, we've got each
each other, and that's a lot for love. We'll give it a shot. Oh, we're halfway there. Oh, we're living on a prayer. Take my hand, we'll make it, I swear. Oh, we're living on a prayer. Living on a prayer. Het is een collega van je. Kun je morgen weer haar in, recht in de ogen kijken naar deze sessies? Nou, de middag is nog jong, dat weet ik niet. Dus dat weet ik niet. Nee, dat zijn zeker. Ze kunnen echt super mooi zingen en het is echt heel gezellig samen. En ik ben heel erg blij dat ze hier zijn. Is dit jouw eerste struinen? De eerste keer dat ik wel meedoe met struinen als tuin. En ik heb al wel vaker meegedaan met gluren bij de buren. En ik kom graag kijken in verschillende tuinen en bij verschillende buren. Dus ze kennen het zeker en ik vind het een supergoed initiatief. Welcome to Happy Harmony Acoustic. 3 ladies in red. Ik heb genoten, meiden. Ja, en jullie zien er nog steeds goed uit, ondanks de hitte hier onder die tent. Geen make-up, ja, bijna weg te zweten. Hey, ik hoorde dat jullie elkaar hebben leren kennen op Facebook. Maar dat moet dan nog wel klikken natuurlijk uiteindelijk. Ja, zeker. En dat klikte eigenlijk vanaf het eerste moment heel goed. Dus we zijn naast zangmaatjes ook goede vriendinnen geworden. Ja. Dus dat is helemaal leuk. Ja. Het stralende middelpunt ook. Jij was ook een van de drie. Een van de drie, dat ja. Klopt. Ja, en we zijn alle drie heel erg verschillend. Dus dat maakt ons ook zo uniek. Ja, het mooie is dat Shay heel erg goed is in de laagte. Denise heel erg goed in de hoogte. En ik het stralende middelpunt kan zijn. Nee, even wachten, want dat ben ik straal vergeten. Stel je even voor. Ik ben Cheyenne van den Berg en ik kom uit Horen. Ik ben Kim Vermeulen en ik kom uit Amersfoort. En ik ben Denise Huls uit Amsterdam. Wat een gemêleerd gezelschap, joh. Maar hoe oefenen jullie dan als jullie bij elkaar komen? Ieder steeds in een andere plaats? Nou, we repeteerden eerst in Utrecht. En ja, nu de laatste anderhalf jaar was het natuurlijk een beetje lastig met de corona. Dus vaak zingen we dan thuis en dan maken we er een logeerpartijtje van. Oh, er wordt een hoop gegiegeld, denk ik. Wordt er ook wel serieus geoefend, ja? Nou, zeker weten. En wat Cheyenne ook al zegt... We oefenen dan een heel weekend, dus dan blijven we ook een weekend logeren en oefenen we een heel weekend, omdat we zo ver van elkaar wonen. En nou, in de beginperiode zagen we elkaar wel heel veel en nu is het dan 1 keer in de zoveel tijd. Okay. En je reactie? Ontzettend leuk, stemmen passen prima bij elkaar, lekker vrolijk. Waar houden we van? Heerlijk genoten, fantastische meiden, goede gitarist, heerlijk gewoon. Kon niet stil blijven zitten, hè? Nee, ik vind het toch heerlijk. Ja. En die meiden zingen toch lekker, gitaar erbij, heerlijk dansen, heerlijk. En de muziek vind je ook wel lekker? Ik hou ervan, ja, zeker weten. En hoe vind je struinen in de tuin, een leuk initiatief? Heel leuk initiatief. Ik denk dat we het in Horen en in Noord-Holland ook moeten gaan doen. Ja. Oh, want je komt uit? Horen. Oh, Noord-Holland. Dan moet je het ook gaan organiseren. Toch? Vinden wij ook. Ja. Dat gaan we vast doen. Dankjewel. Heel leuk, dankjewel. Hebben jullie genoten? Jazeker! Ja. Ja, helemaal omdat mijn broertje is, dus we zijn super trots. Oh, wat leuk. Ja. Oh, je broertje is de gitarist. Hij doet het leuk, man. Ja, hè? Vind ik ook.
Hey, en struinen in de tuinen, is dat een leuk initiatief? Zeker weten. Ja, vooral met dit weer. En nou ja, na coronatijd is het natuurlijk geweldig. Dus ja, zeker door blijven gaan. Ja. Dat geldt ook voor jullie? Oh, absoluut. Ja. Zeker weten. Ja. Echt schitterend zo. Dat je vindt het ook leuk? Ja, ik vind het wel leuk. Ja. Echt leuk. Ja. U kon ook niet stil blijven zitten, hè? Nee. Ik zag jou een paar hele fraaie solootjes doen. Klopt inderdaad. Ja, wat Shay ook zei. Ik word vaak gezien als lief, schattig en onschuldig. Dus speciaal even de stoere rocknummers aan mij gegeven. Dus daar is over nagedacht. Ja, oh. Ja. Jay, kom op. Niet zo bescheiden. Hier hebben we de Harry Saxioni van het trio. Hi. Dat klikt geloof ik wel als ik het zo hoor, hè? Ja, volgens mij wel. Ja, nou ja, dat, wat de meiden ook zeggen, hun stemmen passen gewoon heel erg goed bij elkaar. Ja. En ja, ik vind het gewoon heel tof om daarbij te zijn, hun mogen te begeleiden. Ja. Maar moet je dan ook steeds naar die plaatsen toe om muziek te gaan spelen en te begeleiden? Ja, nou ja, op zich, afgelopen tijd hebben we natuurlijk niet heel veel kunnen spelen. Maar daar zijn we natuurlijk wel voor beschikbaar. Ja. Dus dat willen we wel graag, ja. We willen graag overal... ja, een beetje achtergrondmuziek kunnen bieden voor ja, tuinfeestjes zoals deze. Ja, ja, ja. Of ja, andere soortige ja, evenementen. Van eigenlijk zouden ze dit in Horen ook moeten doen, ja. Of in Noord-Holland. Ja. En Amersfoort heeft het. Amersfoort heeft het. Amersfoort heeft alles. Helemaal. Nee, echt zeker. Ja, ik ben denk een paar jaar geleden ben ik tijdens struinen in de tuinen zelf gaan kijken. Of zelf gaan struinen in tuinen. Ja, fantastisch. Ja. En nu staan wij hier. Nou, dat is geweldig. Ja, en ik heb één keer mogen meedoen met gluren bij de buren in Eindhoven. Ja, dus in Gelderop. Dus ja. Ik kende het wel. Een superleuk concept. En nu al helemaal met het mooie weertje. Zo in het, ja, echt perfect. Het is echt leuk. Wil jij de ideale muziek op uw bruiloft, feest of partij? Ga dan volgens ons op Instagram. happyharmony.acoustic. Nee, oh nee, niet zonder punt. happyharmonyacoustic. Yes. Zie je daar. Dit was de Anjerstraat. Met drie toppertjes. Wij gaan straks naar een andere grote tuin in de BW-laan. Maar jullie willen heel graag nu een afscheidstuntje doen. Verras de kijker en verras ons. Daar gaan we. 3. Whether you're a brother or whether you're a mother, we're staying alive, staying alive. Feel the city breaking and everybody shaking. We're staying alive, staying alive. Ha, 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 ha. Staying alive, staying alive. Ha, ha, ha. Ha, staying alive. Hoe was het Instagram ook alweer? Hoe heette dat? Oh ja, Happy Harmony Acoustic. Juist. Oké, dankjewel. We gaan straks luisteren naar een schitterend combo. Hier op de BW-laan bij het Zonnetje in Huis Ween. En het Hou je buik in van de Bor. We hebben hier een heerlijke accommodatie. Is dit de eerste keer, Ween, dat jullie struinen in de tuinen organiseren? In alle eerlijkheid, ja. Ik kon geen nee zeggen. Nee. Thank you.
Erik Robaard op bas, Carwin Gijsing op de toetsen. En ik ben Sarita en ik mag ook meedoen. Ja, leuk hè? Om toch een beetje terug te gaan naar waar je vandaan komt. Een beetje je wortels zoeken en de connectie maken met wat er ooit was. Mijmerend denken aan wat er was. Todos vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable de su sol. Todos vuelven al rincón donde vivieron, donde acaso floreció más de un amor. Bajo el árbol solitario del pasado, ¿cuántas veces nos ponemos a soñar? Recuerdo que deja el ayer, que santo el amor de la tierra, que es triste la ausencia, que deja el ayer. We hadden op een gegeven moment, we hebben heel veel dingen op ons programma en in onze agenda staan, maar COVID heeft wat dat betreft ergens wel een beetje een oplossing gebracht. En dus hadden we wat mogelijkheden in onze agenda, waaronder 5 september. Me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo. Lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo gracias a la vida. Dit stukje muziek, past dat een beetje bij jullie? Ja, relaxed, absoluut. Goede sfeer, heerlijk, ja. 3 sessies, hoe waren ze, hoe was de belangstelling? De belangstelling, de eerste sessie was even een stukje wennen en aftasten op welke manier. Ook die was goed bezet, 3/4. De tweede sessie was overvol, we hebben op een gegeven moment een bordje met stop. De leukste sessie was toen jij er was. Oh. Het bloeide. Kan dat even vermeld worden? Ja, dankjewel Ed. Dan ga ik weer terug naar jou. Nou ben ik ook gelijk de kluts kwijt. Nee, maar dit past bij jullie smaken ook trouwens? Dat moet je natuurlijk ook even maar ervaren. Ja, wij zijn wel thuis van heel veel muzieksoorten. Ja, ik vind het heerlijk. Ja. Absoluut. En jullie zijn uitstekende gastheren, want jullie komen uit de horeca. Een drankje erbij. De mensen hadden het enorm naar de zin, zag ik net. Mensen gaven aan dat het magisch was en dat had niet alleen met het drankje te maken en met het watertje, maar het had ook denk ik met de ambiance te maken en met de muziek in combinatie. Ja, ik ben heel erg gevleid door de manier waarop mensen de reactie gegeven hebben. Magisch, ja. Dat doen jullie goed, we doen het nog eens. Bedroom, bedroom, oh la la, bedroom, bedroom.
Ik zag jou genieten van het hele gebeuren dit. Zeker. Ja. En we hebben zelfs even meegezongen. Ja. Dankzij de mensen achter mij. Maar ja, ontspannen en heel mooi uitzicht. En de muziek past fantastisch bij het decor. Ja. Ja. Dat was een heel herkenbaar liedje, hè? Dat was een herkenbaar liedje, ja. Inderdaad. Ja. Makkelijk mee te zingen. Ja. Ja. Dat was ook, geldt ook voor jou, hè? Nee, zeker. Ja. Ik had het gelijk door eigenlijk hoe het ging. Ja. Hoe vinden jullie dat struinen in de tuinen, dat concept? Ik vind het een heel leuk concept. Ja, ja, ik had het nog niet eerder meegemaakt. Ik wist al wel heel lang dat het bestond, maar dit jaar voor het eerst mee op bezoek. Hebben jullie een tuin? Zeker, wij hebben een tuin. Volgend jaar doen wij mee. Echt? Ja, echt, echt waar. Amersfoort? Amersfoort. Pieter Botlaan. Ja. Dus volgend jaar bij ons. Wat ja. Leuk zeg. Bij deze dus, aangekondigd hè? Ja. Dankjewel. Carwin Gijsing trio is dit. Ja. En jullie hebben een uitgebreid repertoire. Ja, dat is eigenlijk per keer verzinnen we wat we gaan doen. Ja. Ja. Dit struinen in de tuinen, is dit voor jullie een nieuwe ervaring? Dit was voor mij, ja, we hebben dit nog niet eerder gedaan. We hadden vorig jaar wel gluren bij de buren gedaan. Wat dit keer heel nieuw was, was dat we ook een paar liedjes van mij hebben gezongen. Dat was voor mij heel nieuw vandaag. Dat vond ik heel erg leuk. Carwin had gevraagd om wat Spaanse liedjes en daar zat ook wat voor mij bij. En toen dacht ik, nou, dan schuif ik er nog wat bij. En dat was heel leuk. Ik heb heel erg genoten. Want een beetje magisch of zo. Ja. Het staat er nu op, je gaat het in Horen organiseren. Ja, zeker. Ik ga het in Horen rond verspreiden. Okay. Dit leuke evenement. Dank je. Ja. Dat horen we dan graag natuurlijk. Ja. Dat komen wij ook. Carwin Gijsing. Carwin, mijn complimenten. Het klonk lekker. Dank je. Ja, het was heel leuk om te doen. En alles zit mee. Hè? Ja. Dus, is dit een nieuwe ervaring, het struinen in de tuinen voor jou? Nou, zeker weten. Ja. Want we hebben nog nooit buiten gespeeld. Nee. En trouwens, dit is pas de tweede keer dat we spelen. Oh. Want het was vorig jaar bij Gluren bij de Buren. Ja. En nu is het struinen in de tuinen. Ja. Maar hebben jullie dan wel kunnen oefenen? We hebben ze tweede keer geoefend, maar dat was het dan. We hebben natuurlijk nog wel Erik. Ja, Erik, de bass player. Die speelt gewoon nog mee. Ja, Erik. Die kan dat Erik Robaard. Hallo. Erik, was dit een fluitje van een cent voor jou of heb je ook zwaar moeten oefenen? Op zich is het wel te doen allemaal. Even vakantie perikelen, je moet er weer inkomen. Ja. Corona's en dergelijke. Had je daar moeite mee? Nee. Ja, zeker. En dat vingerspitse gevoel met die bas, dat was je ook nog niet verleerd? Nou ja. Dat is wat je, als je de tijd niet zo gespeeld hebt, dan moet je erin komen. Maar. Mag ik van de dames een korte reactie op dit heerlijke trio? Nou, helemaal geweldig, fantastisch. Ja. Enorm mooi gezongen. De muziek was echt geweldig. Ik heb enorm genoten. Het was heel relaxed vanmiddag. Je zou er bijna in slaap vallen, maar ik vond het geweldig. En we hadden het weer mee, alles wat mee. Gezellig. Drankje erbij. Als dat er niet bij zit, is het ook niet goed. Nee, maar het was heerlijke muziek. Hey, dat struinen in de tuinen, leuk idee, hè? Ja, fantastisch idee. Echt helemaal super. Ik krijg een beetje inzicht in het leven van mijn collega. Ja, vertel even. Nee, ik ben hier in het huis van mijn collega Ween. Ja. En die heeft een prachtige tuin. Ja en daar heb ik enorm van genoten. Ja. Toch? Geen spijt van, hè? Nee, absoluut geen spijt van. De perfecte zondagmiddagbesteding, ja. Ja. Lekker, heerlijke, relaxte muziek, hè? Heerlijk. Struinen in de tuinen, wat een schitterend idee, hè? Nou, fantastisch. En het weer werkte mee en gasvrij de mensen. Nee, super. Ieder jaar weer. Zijn jullie hier voor dit nog ergens anders wezen kijken? Ja, op twee plekken. Dus een a cappella bandje, was ook heel leuk. En daarna Pink Floyd, hè? Ja, Pink Floyd. Ja, cover band. Ja, heel ook fantastisch. Maar leuk, die afwisseling vind ik leuk, weet je. Dit is een beetje jazz en
Dat was ook lekker relaxed. Hoe kwam je erachter dan dat het hier was? De site? Eerlijk gezegd via ja. Mijn man heeft het uitgezocht. Ja. Maar die is afgehaakt, want die wou nou Max Verstappen zien. Maar hij heeft wel door dit gemist. Ja, we hadden concurrentie met de Formule 1, hè? Jammer, hè? Jammer, hè? Ja. Het is toch spelen in het paradijs hier? Ja, en met een prachtig dag, dus dat alles zat mee. Ja. Maar dit was een hele fijne entourage, ja, zeker. Jij kan wat beamen. Ik vind het fantastisch hier, want Wayne is mijn neef. Dus we spelen voor het eerst in de achtertuin van Wayne Leijs. Ik heb hem gepolst. Omdat we een locatie zochten om te komen spelen. En ik heb gevraagd, Wayne, kunnen wij hier niet eens gaan spelen? Ja hoor, daar was hij gelijk voor in. Tot volgend jaar? Zeker. Ja. Gaan we doen. Volgend jaar? Ja, bel hem maar. Hè. Dankjewel.